Hallo jongeren, na 2 weken meivakantie is het natuurlijk zuur dat jullie nog niet naar school mogen, terwijl de basisschoolkinderen wel. Dat is een beetje vervelend, dat snap ik. Jij hebt het ook heel druk met school gehad voor de meivakantie. Ik heb genoeg mailtjes gekregen. Ja, het is leuk als je nog meer mailtjes naar mij toe stuurt, want ja, ik mis jullie ook. Ik kan me voorstellen dat jullie dat ook hebben, maar het is ook andersom. De lessen blijven maar niet doorgaan. Vandaar een nieuwe opdracht, het uitzicht tekenen. Dat kan je eigen voorkant van het huis zijn, met straatlantaarn, auto's enzovoorts. Maar het kan natuurlijk ook de achterkant zijn, met de tuin erbij. Ik heb zelf iets voorbereid, boven. Het is een woon-werkpand. Dit is mijn atelier hier beneden. Dus vandaar dat we naar boven toe gaan. Maar eerst even wat voorbeelden, even uitleggen wat de opdracht is. Ja, nog een keertje de opdracht heel duidelijk. Je eigen uitzicht tekenen, schilderen, dat kan ook. Ik heb zelf met kleurpotloden gewerkt. Het is ondertussen week 20 en dit is de opdracht. We gaan even kijken naar de voorbeelden. Dit is een hele leuke, want je denkt vaak, ja, mijn eigen uitzicht stelt niks voor. Nou, dat zou je van deze ook kunnen zeggen. Hij kijkt uit op een stukje. Ja, buren met een dak, met de zijkant van het huis en daarachter nog meer. Ook dat kun je gewoon tekenen, dat hoort er allemaal bij. Dit is een hele leuke, die woont duidelijk buiten, met mooi veel zon, ja, zon is niet, wolken en weilanden enzovoorts. En je ziet ook heel duidelijk dat hij de vensterbank erbij heeft gedaan. Dat kun je natuurlijk ook doen. Spullen die op de vensterbank staan, kun je meetekenen. Dit is er nog eentje en die is gestileerd. Ja, wat is dat? Dat is vereenvoudigd. Dus je haalt alle overbodige dingen weg en je tekent alleen maar de belangrijkste lijnen. En dan krijg je dit effect. Ook met het raam zelf erbij, ook met een flesje wat op de vensterbank staat. Een heel leuk resultaat. Dit is met kleur. Ik dacht, ja, kleuren moeten erbij. Het is lente, het wordt zomer, dus kleur. Wordt ook bij je uitzicht en dit is ook een hele leuke. We gaan nu naar boven toe, zal ik je mijn werk wat ik gemaakt heb en mijn uitzicht laten zien. Nou, we zijn nu boven bij mijn achterkant, het terras. We zitten in de keuken. Ik ga niet de hele ruimte laten zien, maar wel wat ik getekend heb. Je ziet twee terrasstoelen. Ik heb er maar eentje getekend. Dus je kunt zelf keuzes maken van wat je tekent en wat je niet tekent. Eén terrasstoel wel, de linkse. En daarbij de pot die hier links voor staat. En daardoor krijg je ook diepte. Dan heb je de terras, ja, wat is het? De haag, zeg maar, van alle planten, van de sering. En daarachter heb je nog huizen met de bovenste ramen. Ik zal nu laten zien wat ik getekend heb, wat ik er zelf van gemaakt heb. Met kleurpotlood ook. Nou, dit is mijn tekening. Je ziet één terrasstoel. De haag heb ik ook getekend van de seringen. De huizen achter ook. Allemaal om diepte te maken. Dus hou er rekening mee dat je de spullen kunt overlappen. Je ziet dat ik kleur heb gebruikt in de lucht, ook in de haag zelf, de seringenhaag, de potten enzovoort enzovoort. Nou, heel veel succes weer en ook voor de volwassenen. Ook voor hun heel veel succes. Dat was het weer. Doei!